Goedemorgen, het is heel erg vroeg op deze donderdag 7 juli 2022. Je kijkt naar een nieuwe video van de treinreiziger. Ik sta op het station van Roosendaal, vlak voor de Belgische trein en de Belgische grens. Nou, ik heb het al verklapt wat we vandaag gaan doen. We gaan vandaag naar België, we gaan specifiek naar de hoofdstad van België, naar Brussel. Ik ga je vandaag naar vanaf Roosendaal via Antwerpen meenemen naar Brussel. En op de terugweg gaan we op een bijzondere manier naar Nederland. Hoe dat zit, dat zie je na de intro. Veel kijkplezier! Inderdaad, we gaan dus vandaag naar België. Dat doen we als eerste met deze trein. Dit is de stoptrein van Roosendaal via Antwerpen naar Puurs. De S32 heet die in België. Deze trein rijdt elke uur vanaf Roosendaal en is daarmee een handig alternatief voor als je bijvoorbeeld niet via de HSL wil reizen. Dat komt namelijk omdat er maar weer eens een trein is gestrand. Dus vandaar dat de optie via Roosendaal ook zeker niet vergeten mag worden. Maar hoe ga je vanuit Roosendaal richting België? Hier een handige tip. Als eerste ga je naar de website van de NS International of naar de NMBS, daar koop je een ticket vanaf het laatste station in Nederland. In dit geval is dat Roosendaal. Dan kan je vaak voor een heel goedkoop tarief richting België. Nou, de tarieven weet ik niet aan mijn hoofd, omdat dat wisselt echt om de havenklap. Dus kijk dat vooral zelf. De linkjes van de website zet ik in de beschrijving, die zowel van de NS International als de NMBS International. Want er zijn hier ook vanuit Roosendaal tickets voor de NMBS geldig. Maar stel je hebt nu je ticket, ja, hoe check je dan dus uit op station Roosendaal om daarna richting België te gaan? Nou, het uitchecken zelf is niet zo heel moeilijk. Je moet vooral bij deze poortjes die op het perron staan met de tekst overstap internationaal reizen uitchecken. Nou, je ziet het al staan. Check eerst uit wanneer je reist naar het buitenland en check in wanneer je verder in Nederland reist. Nou, wij kiezen natuurlijk voor de eerste optie, want we gaan naar België. Dus dat doe je dan. Heel simpel. Over chipkaart ervoor. Nu ben je uitgecheckt en kan je naar België. Koffie is binnen. De reis kan beginnen. Zo, welkom in deze NMBS-trein, de S32 van Roosendaal richting Antwerpen, Nijmegen, Puurs. Deze trein rijdt elke uur vanaf Roosendaal, is een heel handig alternatief. De treinen die de NMBS gebruikt, dat zijn hele oude treinen. Het zijn treinen van type AM75. Varkensneus worden ze ook wel genoemd, ze hebben daar een soort varkensneusachtige neus, voorkant zeg maar. Ik ga met deze trein tot aan Essen. Zo, aangekomen in het Belgische Essen. Hier stappen we over. Nou, dit is het altijd bruisende station van Essen. Met daar verderop, als je het nog wat kan zien, de trein terug naar Roosendaal. Daar zit de grens, daar ligt Nederland. Zijn we nu in plaats van Essen. En daar staat mijn volgende trein. De Intercity naar Charleroi. Een voltreffer. Volledig lege wagon. Zie je wel allemaal bestikkerd. Het zou zomaar kunnen zijn dat er vanaf Capelle een hele school hier deze coupé in gaat. Gaan het zien. Terwijl ik hier door de bakovergang heen ga, dat is dit. Bleek niet om school te gaan, maar om scouting. Dus dan gaat hier zo meteen echt een hele trein zich vol staan met scouting. Ik ga maar dan naar een andere coupé. Hey, dit is interessant. Gedeclasseerde eerste klas. Nou, dit is dan de tweede klas van de M6. Dat is ook echt hartstikke prima. Brede tafels, geen stopcontacten, onthoud dat. Geen stopcontacten.
En daar staat een De Ziro. En ik hoor van heel veel mensen dat dat niet een favoriete trein is om mee te reizen. Dus ja, ik ben blij dat ik dan dus de M6 krijg in plaats van een De Ziro. En met deze trein gaan we naar Brussel-Noord. Zo, na een comfortabele rit met deze intercity aangekomen in Brussel-Noord. Eerst nog over op de bus. Zo, even gestrest. Lunch is binnen. Busstation heb ik ook gevonden. We gaan vier overstappen op de eerste bus van de lijn. Zoeken, zoeken, zoeken. Maar ik heb hem gevonden. De eerste bus die we gaan nemen is de 270 naar Keerbergen. Ja, we gaan daar via een leuke obscure route of via wat leuke plaatjes. Gaan we met de bus terug naar Nederland. Vanuit Brussel. Zo, terwijl die Citea daar om de hoek wegrijdt, aangekomen op de halte Stationslaan Melsbroek. Hier stappen we over op de volgende bus. Nou, deze halte is niet zo hoog te beleven. Het is trouwens midden op de luchthaven, tenminste midden op de industrieterrein van de luchthaven, Brussels Airport Zaventem. De volgende bus, ja. 682. Moet deze zijn, dat is die 682. Die zal ongeveer denk je wel elke uur rijden, maar dit is heel ingewikkeld dit. Ik ben inmiddels uit de bus te rijden om 33, dat is deze. En ook om 3 en om 58. Dus we rijden ongeveer elk half uur. De rest van de dag, als ik zo kijk, is het volgens mij ook elk half uur. Maar ik weet niet zeker. Want ja, zie hier maar eens wafels van te maken. En een dagkaartje is hetzelfde als de vorige twee video's. Die vind je hier of daar. Een dagkaartje voor 7,5 euro voor heel Vlaanderen met alle vervoersmiddelen van de lijn. Nog steeds super goedkoop. Ik had alleen in Brussel geen tijd, want ik moest de bushalte zoeken. En die heb ik uiteindelijk gevonden. Nu sta ik op Stationslaan en we gaan zo meteen met de 682 door naar Mechelen. En wat mij betreft mag die bus nu wel gaan komen. Blijft niet droog hier. Dat het hier begint te regenen, komt daar mijn bus aan, de Emma en Line City. We kunnen weer door. Gisteren of twee dagen geleden open. Die hebben hier meer dan 10. Nou, niet kunnen filmen, wel een heel gezellig gesprek gehad met de buschauffeur op de lijn. Alleen wel daardoor gestrand in Mechelen, want ik zie mijn bus wegrijden. Heel fijn. Dus wat gaan we nu doen? We gaan een ticket kopen en we gaan een stukje vol spelen met de Intercity naar Antwerpen. Nou, dus het ticket nu net gekocht, net gestrand in Mechelen. Ja, wat gaan we nu doen? Ik wilde vanaf Grumst, dat is een plaatje net tussen Mechelen en Antwerpen in, wilde ik een bus pakken. Dat is een sneldienst, maar dat gaat dus niet door, want nu gestrand in Mechelen. Dus gaan nu per trein richting Antwerpen. Zo zie je maar, de vorige twee keer dat ik in België was, ging het goed. Alleen dit is dus de derde keer dat ik nu met de lijn reis. Nou ja, 1, 2, 3 keer scheefrecht, gestrand in Mechelen. Groetjes de lijn, ondanks dat de buschauffeur wel aardig was. Maar ja. Dan nog gestrand. Trein naar Antwerpen. Boom. Geen enkele plek. Zo, van
het stranden in Mechelen naar op de trein eruit gegooid in Antwerpen Centraal. Ja, Antwerpen blijft wel zeker mooi. Hier is het tijd voor lunch en dan ga ik kijken wat ik ga doen. Ik heb natuurlijk geen planning meer en het vervoer in Antwerpen is nog wel eens riskant. Dat heb ik gezien in de vorige video. Toen ik hier was in Antwerpen, toen was ik daar bijna gestrand. Zien we wat we gaan doen. Eerst in ieder geval lunchen. Jeetje, wat een station in Antwerpen. Zo, de lunch was lekker. Ik ben eruit wat ik ga doen. We gaan zo meteen een random tram pakken en we gaan random ergens uitstappen. Random tram staat klaar, het wordt lijn 15. Eindpunt van lijn 15, de Regatta. We stappen hier over op een volgende tram. Zo, met deze weg rijden de tram aangekomen op PNR Melselen. En hier nemen we zo meteen dezelfde tram weer terug. Kleine crisissituatie in de tram. Ik heb in Antwerpen halen wij de lijn 19 pakken. Ik heb nu een aansluiting van slechts 2 tot 1 minuut. Dus in het volgende shot ga je zien of ik heb de bus gemist en ik sta te vloeken, of ik heb de bus gehaald en ik ben buiten adem. Tot zo. Dus gehaald. Zo, het is nu 3:10 en precies 10 minuten vroeger dan gepland. Wat echt super is. De vorige keer dat ik die bus nam was ik een half uur later in Antwerpen. Nu zijn we 10 minuten vroeger aangekomen op mijn eindbestemming van mijn reis, Breda. Hier op station van Breda gaat deze video ten einde komen. Ik vond het een hartstikke leuke reis om te maken. Begon in Roosendaal, ben toen via Brussel met alleen maar bussen geprobeerd terug te gaan naar Breda. Wat natuurlijk niet is gelukt, want ja, ik was gestrand in Mechelen. Daarna heb ik dus de trein moeten pakken vanuit Mechelen naar Antwerpen. In Antwerpen nog 2 tramlijntjes gedaan. In Antwerpen ook bijna gestrand. En toen uiteindelijk toch nog de Breda bus kunnen pakken richting Breda. Wat mijn eindpunt was, kortom, ik ben... Het was vandaag spanning en sensatie en ik ben dan ook voor vandaag wel klaar mee. Kortom, het was echt een leuke reis om te maken. Ik ga jullie video afsluiten, laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal, laat een leuke reactie achter. En ik zie jullie dan bij een nieuwe video van de treinreiziger. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.